Twee weken, twee weken lang leefde in onwetendheid, tot dat verlossende telefoontje. Missiviem, we leven. Het waren maar twee seconden, twee woorden, maar zo betekenisvol. Met honger en amper voedsel, met gevaar voor eigen leven tussen de schoten door water halen. Het leven van miljoenen mensen werd en wordt nog steeds verwoest omdat één man nog meer macht wil. Nadat hij op slimme maar onethische wijze over zijn, zijn Rusland naar zich toe heeft getrokken. Niet rekening houden met een ander. Egoïsme. En dit is natuurlijk een voorbeeld op grote schaal, maar egoïsme vindt ook op kleinere schaal plaats. Je wil iets en dat ga je dus ook bereiken. Maar hoe ondervindt een ander dit? Toen ik op de basisschool zat, werd ik al door mijn ouders gewaarschuwd voor kinderen met het ik-ik-ik en de rest kan stikken virus. Want ja, voor jezelf kiezen is gezond. Maar hoe ondervindt een ander dit? Ga je niet te ver? Als jij de ene vriend of vriendin laat vallen omdat een ander net iets populairder is. En dat je ex-vriend of vriendin dan alleen zit te huilen, kan je niks schelen. Een jarenlange vriendschap is plotseling over. Of wanneer dat gevluchte gezin uit Syrië alsnog teruggestuurd wordt naar een land waar ze geen toekomst meer hebben. Terwijl ze al jaren in Nederland wonen en hier een leven hebben opgebouwd. En dat omdat wij ze geen plaatsje gunnen in ons veilige Nederland. Want wij verdienen dat veelbegeerde huis meer dan het gezin waarvan het huis compleet verwoest is. Mijn familie wil niet eens meer terug naar Mariupol. Ooit zo mooi, nu verwoest. Mijn tante kan nooit meer terug naar haar geboorteplaats zoals het toen was. En dat allemaal door het egoïsme van één man. Dus als je straks na een lange dag naar huis gaat, denk dan ook een keer aan een ander. En blijf dat doen, zodat jij niet straks degene bent waardoor het leven van miljoenen mensen verwoest wordt. Houd de gevolgen voor een ander in gedachten, al zijn het maar twee seconden, twee woorden.